Want ik ben wel benieuwd. Dat is natuurlijk, ik denk dat ook veel luisteraars nu ook heel erg benieuwd zijn van, hè, je hebt je ZZP, maar je hebt ook je studie. En daarnaast heb je ook je inkomens nodig. Dus tenminste, ik ga ervan uit, hè, als je een beginnend ZZP'er bent, dat je ook niet gelijk heel veel inkomens hebt. ik zie jou lachen. ja. maar hoe je dat dan moet combineren met je studie en je bijbaantje. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Kick It, de podcast. En vandaag heb ik weer hele leuke gasten aan tafel, namelijk... Amber. En... Vera. Een bekend gezicht. Zeker. Hebben we hier aan tafel gehad? Ja. Even kijken, Amber. Jij ben jij actief lid bij Kick? Ja, ja, zeker, sinds dit jaar. Nice. Bij ook de promotiecommissie. Promo. Ja. Kijk, moet je, heb je ook een specifieke taak bij de promo of dat niet? Nou ja, ik doe een soort van de notulen samen met Tom en... Ja, dat. Oh ja. Vooral. Ja, en focussen jullie nu alleen maar op foto en video of niet? Ja, vooral social media posts en banners, een beetje dat soort dingen. Ja. Was jij ook mee met die Sinterklaas video? Of niet? Nee. Oké. Nee, jammer. Ze kwamen laatst bij ons. Sinterklaas kwam bij ons aan de deur. Klopt. Dus maar dat was met studio, toch? Ja. Oh ja. Zo'n promotie. Huh? Ik dacht al, hè? Studio. Maar jij zat ook met Tom. Ja, Tom de Vries. Oh, we zijn nu twee Toms. Helemaal... Oh ja, wow. Ik haal echt alles door elkaar. Nou, zie je dat blunders kunnen er altijd uitgekund. Ja. Nee, hoor. Oh, promo. Oh ja, dus jij houdt je bezig met de social media dus. Ja, kijk, sorry, ik zat helemaal... Het is nog vroeg. Maar kwartje is gevallen. Kwartje is gevallen. Oh, wat leuk. Heb je er veel ervaring mee met social media? Nou ja, ik heb mijn eigen social media bedrijf. Dus ja, in die zin wel. Ja. Nice. Ja. Nou, gaan we straks even verder, want daar ben ik heel benieuwd naar. Nou ja, eigenlijk weet alles over jou. Dus ik... Maar doe even een korte introductie. Nou, ik ben Vera en ik ben momenteel intern coördinator bij ons mooie vereniging. Hatsa. Sier 18. Ja. Nice. Hoe gaat het tot zover? Ja, goed. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, het is wel veel, ja, maar daar was ik al wel op voorbereid. Ja. Dus, we zijn nu denk ik een half jaar verder, dus eigenlijk wel even een mooi reflectiemomentje. We hebben natuurlijk een introductie gehad met jou. Mm-hmm. Dus toen waren jullie allemaal heel enthousiast, maar volgens mij zijn jullie dat nog steeds heel erg. We zijn nog steeds enthousiast. We hebben natuurlijk onze ups en downs nu gehad die erbij horen, maar daar leer je ook weer heel erg veel van, sterker van. Ja. En nu zijn het voornamelijk wat kleinere activiteiten die zijn geweest, die overigens wel heel leuk waren. Mm-hmm. En nu komen echt de hele grote dingen eraan. Bijvoorbeeld wintersport over 2 weken. Spannend. Ja, binnenlandse reis net bekendgemaakt naar Den Haag. Ja, dus, superleuk. Er komen hele grote dingen aan. Leuk man. Mm-hmm. Voor de mensen die benieuwd zijn naar de podcast van Den Haag, die is... staat ook online, dus als je dat leuk vindt om te luisteren of te kijken, dan kan dat. Ga jij ook mee naar de binnenlandse reis? Nee, niet de binnenlandse reis, maar windsport wel. Ja, ski of snowboarden? Skiën. Nice. Ja. Vaker gedaan ook? Ja, vroeger wel. Met mijn ouders gingen we bijna elk jaar wel op windsport. Maar tegenwoordig toch ook best wel prijzig. Dus zo. Al een tijdje geleden weer. Ja, maar dan is het op zich met studievereniging. Precies, dat is nog een keer windsport, een leuke, dan wel wat keer te betalen. Ja, wel. Zeker. Daarom dacht ik van, nou... Ja. Moet eigenlijk wel mee. Nice, leuk. Maar vertel, jij doet welke studie doe jij, om even te beginnen? Communicatie. Communicatie. Ja. Welk jaar zit je nu? Ik zit nu in het eerste jaar. Oh, kijk. Ja, het is lekker druk. Ja, en je bent ook ZZP'er dus. Ja, ook. Hoe lang ben je al ZZP'er? Eigenlijk niet zo heel lang. Ik heb een jaar geleden ongeveer ingeschreven bij de KVK en daarvoor dan al wel wat klusjes gedaan. Ja, precies. Maar dan moet je die stap maken. Ja. Dus iets meer dan een jaar, denk ik. Oké, en wat doe je? Wat is je onderneming? Nou, ik heb dus een social media agency en dan heb ik een klein team van een paar meiden die ook freelancer zijn. Zo. En dan werken we samen aan hele leuke projecten. En dat is ook heel gezellig en zijn echt hele leuke meiden. Ja. Hoe heet jouw onderneming? Mediamakers en Makers zonder E. Wat cool. Ja. Mediamakers en Makers zonder E? Ja. Dus makers? Ja, eigenlijk wel. Een soort van een beetje een woordspeling. Zo kut op dat zo. Ja. Makers. Ja. Makers. Makkers, Mediamakkers, ook leuk. Ja. Ik heb ooit een naamwijziging willen hebben. Ja, dan, genoeg idee. Vera heeft hem bedacht nu. Leuk. Ja. Maar jullie hebben jullie al heel veel klanten? Of, Nee, valt eigenlijk wel mee hoor. Ik heb één klant, die doe ik ook echt alleen. Ben er met een paar gestopt. En nu zijn we dus, we zijn meer aan het groeien. Ja. En nu hebben we dus ook onze eerste grotere klant. Waar we dan echt met meerdere mensen ook aan werken. En advertenties voor doen. En
Ja, dat is wel heel tof. Wat cool. Het, moet ik dat een beetje zien als een online marketingbedrijf? Of is het echt puur gefocust op social media? Nee, voor nu is het nog wel puur gefocust op social media. Mm-hmm. Dus echt het maken van de content, bedenken van de content, bewerken, het plaatsen, alles. En dan dus ook het gedeelte van advertenties op Meta en eventueel LinkedIn, TikTok. Ja. Ja. Want waar heb je die kennis vandaan gehaald dan? Want ik bedoel, ik weet ook wel het een en ander van campagnes online zetten. Maar dat heb ik wel echt geleerd bij toen ik stage heb gelopen bij een online marketingbureau. Maar... Nou ja, ik denk, ik heb ook echt niet alle kennis. Maar omdat we dus met meerdere mensen werken en iedereen heeft zo zijn eigen ervaring. Ja. Bijvoorbeeld Kimberly, dat is dan een van de freelancers. Zij doet al 10 jaar marketing. Dus zij weet heel veel over dat soort campagnes. Ja. En er is ook heel goed in. Dus dat is zeg maar ook echt haar deel. En ik leer heel veel van haar. En we leren allemaal van elkaar. En dat maakt het wel juist heel leuk. Wat tof. Ja. Heel cool. Want heb jij voor communicatie ook nog een andere studie gedaan? Of? Ja, ik heb MBO Fashion Design afgerond. Oh. Dat is heel wat anders. Hier in Groningen? Nee, in Arnhem. Oh, in Arnhem. Ja. Dat is inderdaad heel anders. Ja, hele andere richting. En het was wel een hele leuke opleiding. Maar gewoon meer soort, voelde altijd een beetje een soort van hobby. Gewoon lekker beetje knutselen, tekenen, dat soort dingen. Nooit echt per se heel serieus, als ik dat zo kan zeggen. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, en eigenlijk heb ik altijd wel een beetje de ambitie gehad om iets ondernemends te doen. Ook heel veel verschillende dingen geprobeerd. En ik had altijd wel het idee van, oké, ik wil echt wel iets serieus. Ja. Nou ja, toen was die opleiding dus bijna klaar. Ben ik rond gaan kijken. Toen ben ik eerst begonnen met commerciële economie dit jaar, in september. Maar dat was toch niet helemaal zoals ik had bedacht. Nee. Zoals het op mij was overgekomen op de open dag. Dus nu ben ik dan geswitcht naar communicatie. En dankzij een hele fijne docent ben ik nu al begonnen in plaats van 1 februari. Gaat bijna iemand op zijn plek daar. Ja, goed. Ja. Maar wanneer ben jij dan ingestroomd bij communicatie? Dat mogelijk is? Ja, wel heel chill. Ja, maar... eigenlijk dus ook niet. Maar omdat ik best wel snel was gestopt en best wel snel iets had van... Oh shit, dit is niet een goede opleiding. Ja. Ik wil toch wel heel graag communicatie. Heb ik alles geprobeerd. Maar er werd toch echt gezegd van nee, gaan we niet doen. Want als we 1 iemand moeten toelaten, moet je de rest ook toelaten. Dat is ook heel logisch. Lijn trekken. Ja, ja, en toen heeft een van de docenten... een stokje voor mij gestoken, omdat ze iets had van... ja, het is toch wel heel zonde als je nu 4 maanden niks aan het doen bent. Ja. Oh, wat dus, lief. Ja, heel chill. Ja. Lekker. Maar bevalt het dat zo far? Ja, zeker. Ik vind het heel leuk om ook te blijven leren. En ik heb ook wel lang over nagedacht van... wil ik nog studeren? Ik heb nu mijn eigen bedrijf. Maar ik vind het juist wel leuk om bij te leren. En dus meer te leren over de campagnes en noem maar op. Dus zeker leuk blij. Man. Ja, heel leuk. Heel tof. Ja. Jaloers, had ik maar een eigen... wat nog eens kan er komen. Precies. Je bent nog jong. Zo is dat. En jij, Vera? Nou, ik ben net zoals Amber bijna 1 jaar freelancer. Ik ben vorig jaar februari ingeschreven bij de KVK. Ja. En ik heb een eigen bedrijf in grafisch vormgeving. Kijk. Dat is eigenlijk begonnen vanuit de opleiding communicatie multimedia design. Daar ben ik inmiddels aan afgestudeerd. Lekker. Ja, echt top. En via die weg ben ik er eigenlijk achter gekomen dat ik dat wel heel erg leuk vind om te doen. Ik was vroeger als klein kind ook altijd al bezig met knutselen en creatief bezig zijn. Ja. Dus het zat eigenlijk altijd al wel een beetje in me. En het is heel erg leuk om je eigen vrijheid te hebben daarbinnen. Ja. Om gewoon voor een opdrachtgever of vrienden daarbuiten allerlei vormgevende dingen te creëren. Ja. Ja. Mm-hmm. En heeft de CMD daarbij geholpen voor jou? Om zeg maar, een soort van even een zetje te geven? Ja, denk het wel. Want ik denk dat het voornamelijk begon na mijn stage in het 3e jaar. Waar heb je stage gelopen? Studio Plakband. Oh, nice. Ja, dat ken je. Ja, ik hoor wel veel mensen die dat kennen. Het is wel echt een heel tof bureau. Ja. En via die weg ben ik eigenlijk steeds beter in geworden. En ik dacht van, het zou ook heel erg leuk zijn als ik dat gewoon voor mezelf kan doen. Omdat je er heel veel uit kan halen. Ja. Je kan heel erg ontwikkelen. Ja. En het verdient ook goed. Oh, dat zeker. Ja. Maar dan moet je wel de klanten binnenhalen natuurlijk. Ja. Dat is dan ook nog wel een dingetje. Ja, dat is wel het grote risico wat eraan zit. Zeker. Ja. Want, want je bent natuurlijk nu afgestudeerd. Nou, los van dat je dan nu bestuur erbij doet. Werk jij dan echt alleen voor je eigen onderneming? Of heb je daarnaast dan ook nog een ander baantje? Nee, ik heb hiernaast ook nog een ander bijbaantje. Lukt mij gewoon nu niet om financieel per maand rond te komen van mijn eigen bedrijf. Nee. Want je moet wel echt heel veel tijd investeren in je bedrijf. Mocht je dat zo goed willen laten lopen dat je er van rond kan komen. Ja. En inderdaad, omdat ik nu bestuursjaar doe, dat kost best wel veel tijd.
heb ik daar niet genoeg tijd over om te investeren in mijn bedrijf. Nee. Dus ja, het is wel noodzakelijk voor mij nu om een bijbaan erbij te hebben. Ja, maar hoe zie jij je toekomst dan? Nou ja, als je straks dan klaar bent met bestuur doen bij Kik. Mm-hmm. Wil je dan fulltime voor je onderneming gaan? Of denk je van, nou, hè, ik hou toch even het bijbaantje erbij en we zien wel waar het schip strandt? Ja, het is, ik hoef niet jarenlang bij mijn bijbaan te blijven in de horeca. Dat is niet per se mijn doel. Ook wel zwaar, horeca. Het is inderdaad ook wel zwaar, ja. En helemaal omdat ik er geen ervaring in had. Nee. Dus inderdaad. De eerste keer dat je met zo'n dienblad loopt. Oh. Ja, ik heb al een blundertje gemaakt hoor, maar komt er zeker nog kokend hete thee uit een glas drinken. Over iemand heen? Heel naar. Want dat is ook in een podcast. Ja, oh ja, ja gelijk stoppen. Maar voordat wij dan straks ook een soort van meme worden, wat dan op TikTok... Nee. Ik heb dat wel eens tegen Bas gezegd, van, dat is echt mijn grootste angst. Ja. Dat je dan een podcast aan het opnemen bent en je dan zonder dat je het weet een meme wordt op TikTok. Ja. En dat mensen dat... Oh, vrees. Ja, het is wel heel grappig. Ontplofte het glas? Ja. Oh, dit is mijn angst. Dit is mijn grootste angst. Ik vind het echt hilarisch. Maar kijk wat voor een bedrijf daar ook op inspelen. IKEA. Dat is wel waar. Dat is wel slim. Content marketing. Slim. Ja. Eigenlijk zou je daar bijna een soort van... hoe zeg je dat ook weer? Dat je dan geld ervan moet vragen voor je... Ik weet niet. Kan dat op je uitspraken? Of is dat alleen met je eigen patent? Meme. Is dat dat? Wat zei je? Dat je patent op? Patent, hè? Ja, ik dacht wel. Maar ik dacht, voor mij is het patent. Ja. Ja, ik zat ook aan te denken, maar ik wist het niet zeker. Ja, we hebben hier de social media content creator. Ja! Die weet dat soort dingen. Uitkijken voor dat soort dingen, Ja, maar neem jij dit soort dingetjes ook mee in je social media campagnes? Je moet aan zoveel dingen denken. Je gaat ook echt wel een keer flink onderuit. En je hebt ook al de nodige fouten mogen maken. Wil je die met ons delen? Ik heb in het begin een keer een hele lange draaidag gehad. Want ik film ook de content met mijn eigen camera en zo. En toen had ik ook net een nieuwe gimbal voor mijn camera. En ik was aan het klooien met instellingen. En het was gewoon allemaal een beetje chaos. En toen stond de ISO de hele tijd heel hoog. Mm. En ik heb eigenlijk mijn ISO vaak op automatisch staan, omdat... Als ik aan het filmen met een gimbal, dan kan ik dat niet zomaar even lekker handmatig aanpassen. Nee. En die stond dus niet op auto, waardoor bijna al mijn beelden onbruikbaar waren. Ja. Was hij dan alles was dan overbelicht, denk ik, of niet? Ja, en je krijgt dan heel veel ruis. Ja. En het vervelende is dat je dat op de camera zelf niet ziet. Nee. Want op de display ziet het er altijd prachtig uit. En ja, toen ik het op mijn laptop ging zetten, dacht ik echt... Oh, nee. En hoe heb je dat opgelost? Ik heb een deel van de shoot opnieuw gedaan... En ik had nog wat andere beelden, dus uiteindelijk is het goed gekomen, hoor. En niet alles was onbruikbaar, maar ja, de beelden die wel bruikbaar waren, die heb ik omgetoverd tot iets moois. Nice. En daar zit dan wel weer wat meer editwerk bij. Dat is ook wel weer de kunst, toch? Als je een echte videograaf, weet je zich altijd wel te redden. Ja, maar zo even een paniekmomentje, hoor. Dat snap ik wel. Oh, vreselijk, zo bijna kunnen huilen. Ja, ik moest ook. Ik had tranen in mijn ogen en ik zat ook echt van, oh, ga ik dit oplossen? Ja. En hoe moet je dat brengen bij de klant? Zo. Dat, ook. Dat is misschien wel spannend. Echt heel vervelend. Maar reageerden ze er een beetje oké op? Ja, weet je, ze snapt het wel. Iedereen maakt fouten. En dat is ook zo. En ik ben ook gewoon op mijn eigen tijd weer teruggegaan. Ik heb op mijn eigen tijd weer wat nieuwe shots gemaakt. Dus wat moet als je het gewoon weer als je het gewoon goed oplost, hè, zonder dat zij de kosten aan verliezen, dan is het ook gewoon oké. Okay. Tenzij er natuurlijk heel veel druk achter zit of zo, dat het voor was het gelukkig niet. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig. Maar voel je wel heel lullig. Ik heb dit ook wel eens gehad met... ik heb dan bij studio commissie gezeten. Ja. En dan waren we een kickjournaal aan het opnemen. Audio, gewoon weg, spoorloos. Oh, nee. Nou, toen hebben we het ook op een hele leuke manier opgelost... door allemaal voice-overs in te spreken. Nou, dat was uiteindelijk hilarisch. Want we gingen allemaal dingen zeggen wat helemaal niet gezegd werd. Dus dat was eigenlijk hartstikke grappig. Maar zo moet je ook weer soort van je krachten maar weer uithalen of zo. Dat het imperfectie zeg maar eigenlijk weer perfectie wordt of zo. Ja, ja. Dat heel grappig. Alsof het gewoon zo bedoeld was. Ja, precies. Ja, heel leuk. Wat leuk. Maar hoe gaat die combinatie nu voor jullie? Hè? Want nou ja, had jij je ZZP ook al toen je studeerde nog? Ja. Ja, oké. Okay. Want ik ben wel benieuwd. Dat is natuurlijk, ik denk dat ook veel luisteraars nu ook heel erg benieuwd zijn van, hè, je hebt je ZZP, maar je hebt ook je studie. En daarnaast heb je ook je inkomens nodig. Dus tenminste, ik ga ervan uit, hè, als je een beginnend ZZP'er bent, dat je ook niet gelijk heel veel inkomens hebt. ik zie jou lachen. Ja. Maar hoe je dat dan moet combineren met je studie en je bijbaantje. Ja,
Gewoon doen. Ja. Gewoon doen. Ja, ja, het is maar net hoe je het zelf inplant en waar je prioriteiten stelt. Ja. Als jij echt denkt van ik wil vol voor mijn bedrijf gaan, ja, dan zie je wel dat mensen eerst gewoon op hun eigen branding zitten en dan school misschien iets uitstellen. Ja. En mensen die het andersom doen. Ja. Ik had bijvoorbeeld zelf dat ik graag eerst wil afstuderen, omdat je werkt daar naartoe. Het is chaos, het is duur. Ja. Dus ja, dan heb je die ook in de pocket uiteindelijk. Om dan vervolgens de volledige aandacht en tijd op je bedrijf te besteden. Mm-hmm. Tenzij je een bestuursjaar gaat doen bij je vereniging. Ja, dan wordt een ander verhaal. Ja. Hoe doe ik dat? Soms niet, denk ik. Ik ben ook denk ik niet de typische student in Groningen. Nee, ik ga niet vaak uit. Nee, precies. Ja, dat is ook wel een bewuste keuze. Want ik vind het wel leuk, daar niet van. Maar het is echt wel focus op mijn bedrijf. Ja. En dat vind ik dan belangrijk. Ook heel mooi. Super ambitieus. Ja, heel. Ieder zijn ding ook. Ja, maar wel heel druk ook met school. Ja. Dat ik soms denk van, wat is een goede keuze. Ja. Ja. Maar ja, toch doen. En is het dan zo druk omdat je je ZZP daarnaast hebt? Of is het gewoon sowieso heel druk met je studie? Nou, het is sowieso wel heel druk. Want ik ben dus in eerste instantie bij Kik gegaan omdat ik dus eigenlijk pas van februari mocht beginnen. Dus ik dacht van, dan heb ik toch een periode niet zoveel. Dus dan is het wel leuk om een beetje mensen te leren kennen. Ja. Ik ken ook nog niemand in Groningen. Dus Kik en dan school en een bedrijf is wel gewoon elke avond tot 11 uur werken. Ja. Heftig. Ja, dus dan ben je klaar met school, dan kom je thuis en dan is het gelijk achter je laptop bezig. Ja, vaak wel. Heb jij verder nog een bijbaantje daarnaast of niet? Nee, ik kan er wel van rondkomen. Nou, dat is heel positief. Ja, maar het kost ook heel veel tijd. Ja, dat snap ik wel. Ja. Maar, en het loopt nu net een jaar, zei je? Ja, geen jaar, nee. Klopt. Zo, knap hoor. Dat je dat zo hebt opgezet. Ja, heel leuk. Maar is dat ZZP'en, is dat voor jullie iets wat jullie eigenlijk altijd al hadden willen doen? Zeg maar, had je toen je, weet ik veel, net op de middelbare school, dat je dacht van, dat is echt iets wat ik graag zou willen doen? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Ik denk niet per se bij de middelbare school. Ik denk wel echt rond mijn studie, omdat ik veel meer zag dat ook klasgenoten het deden. Ja. Want heel veel die komen ook van mbo en die zijn allemaal een stuk ouder. Ik was 17 toen ik begon met hbo. Broekie. Ik was echt een broekie. Ja. Dus dan raak je daar toch wel mee in aanraking, zeg maar. Ja. Met de verleiding om een bedrijf te starten. Ja, ik heb het eigenlijk altijd al wel gehad. Ja, ja, ik heb altijd wel gezegd van ik wil mijn eigen bedrijf voor mezelf werken. Ik heb heel veel dingen geprobeerd. Ik heb een tijdje van die onderzetters gemaakt van hars. 2 componenten die je dan samen giet en dan hard dat uit. Oh, liep wat ook tof. Supergoed. Maar toen werd ik allergisch voor die hars. Dus moest ik daar weer stoppen. Ja, echt. Oh heel, mijn god, heel dan vervelend. Heb je iets wat supergoed loopt. Het was heel leuk. En familie, iedereen was helemaal weg van. En mensen die ook vroegen van, kan je nog een setje maken? Want het ging dan per setje van 5. Maar ook opeens dat je gewoon allergisch werd. Ja, ik had wel een tijdje gewoon rode uitslag en bultjes en zo. Ja. En toen ben ik naar de huisarts geweest, best wel vaak. En het lijkt dan toch op eczeem en bla bla bla. Totdat op een gegeven moment mijn gezicht begon op te zwellen. Oh. En ik 1 keer wakker werd en mijn ogen niet meer open kon doen. Omdat het zo opgezwollen was. Nee, ja, en toen ben ik dus met mijn ouders naar de huisarts geweest. En toen zeiden van, misschien moeten we even iets verder kijken dan een eczeemcrampje. Ja. Ja. Dus toen heb ik een allergietest gedaan. Ik kreeg zo'n hele grote pleister voor 3 dagen op je rug. En daar hebben ze dat spul dus ook in getest. En ze zeiden dat ik bijna het meest allergisch ben wat je ervoor kan zijn. Oh, shit. Dus ik moest ook per direct ermee stoppen. En toen zei ze ook van, als je hier nog een keer mee doorgaat, dan wordt het ook wel gewoon levensgevaarlijk. Want dan gaat je keel ook opzwellen. Dus nee, ik moet ermee stoppen. Nee. Hoe was dat voor jou dan? Ja, ik baalde heel, heel, heel erg. Ja, want dan had je iets gevonden waar je natuurlijk helemaal je passie in hebt gevonden. Ja. Iets wat goed loopt. En dan moet je zeggen van, jongens, ik moet ermee stoppen. Heel verdrietig. Ja, ik vond het echt vervelend. Want het was gewoon, ik vond het heel leuk om te doen. Het is heel priegelwerk. En met kleurtjes en glitters en noem maar op. En het zag er gewoon heel leuk uit. En ja, toen ik dat te horen kreeg, heb ik gekeken naar of er bepaalde andere opties waren. Hoe ik dat dan alsnog kon doen. Maar dat kan gewoon niet. Want als je die 2 componenten samen giet, dan komt er een soort van chemische damp van af. Mm-hmm. En ook al zou bijvoorbeeld mijn vader het hebben gedaan in de schuur, dan nog voordat het uitgehard is. Ja, dat is gewoon, het is ook slecht voor je gezondheid. Dat spul. Ja. Nou ja, dan maar beter. Ja, gezondheid gaat voor, dus beter dat zeker, je dan mee stopt. Zeker. Maar leuke onderzetters, maar het zijn maar onderzetters. Het zijn maar onderzetters, ja. Maar heb je het bedrijf dan bijvoorbeeld laten overkopen dat iemand anders ermee doorgaat? Oh nee, zo groot was het niet hoor. Nee, dat niet. Nee, je weet het niet. Nee, ik heb het gewoon
Instagram verwijderd. Oh, ja. Oh, wat sneu. Pijnlijk. Oh, dat is, ja. Maar je hebt een hele goede doorstart gemaakt. Ik heb wel een tijdje daartussen gewoon even niks gedaan. Maar wel de hele tijd heel erg gezocht naar iets. Want ik wilde heel graag een eigen bedrijf. En op een gegeven moment was ik er zo naar aan het zoeken dat ik dacht van, ja, ik moet er niet naar zoeken. Want dan ga ik iets zoeken om dan geld mee te verdienen of zo. En terwijl ik denk dat je eigen bedrijf wel echt uit een passie moet komen. Ja, het moet ook een beetje op je pad komen, denk ik. Ja, dus heb ik dat eigenlijk volledig losgelaten. En toen is het op mijn pad gekomen. Ja. En nu, nu ben ik hier. Ja. Ja. Is het op jou ook dan een soort van een beetje op je pad gekomen? Of is het echt gewoon meer van je dacht van, nou ja, weet je, dit is gewoon iets wat ik, hè, vanuit je studie, dat je dacht van, let's go, we gaan het gewoon doen en we zien wel gewoon waar het schipstrand. Of heb je voor die tijd al wel een beetje opdrachten binnengekregen? Ja, ik vond het sowieso altijd wel leuk om met grafisch vormgeving bezig te zijn tijdens de studie. En het begon eigenlijk allemaal bij een oude vriend van mij die DJ is. En die had een logo nodig. En ik had het er met hem over van, hey, ik doe wat dingen met grafisch vormgeving en zo. We zouden kunnen kijken of we met elkaar kunnen samenwerken daarin. Toen had ik dat logo gemaakt en daar was hij heel erg tevreden mee. Daar had ik toen ook uiteindelijk geld voor gekregen. Terwijl ik het meer zeg maar zag als een kans om te kijken of ik het leuk vond. Dus dat was mooi meegenomen. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, misschien kan ik hier ook wel wat mee gaan doen. En toen heb ik later ook nog een opdracht gehad, ook weer via die vriend. En uiteindelijk ook nog via mijn vader voor een vriend die vastgoedbedrijf had. Daar had ik toen een hele folder voor gemaakt. Oh, wat nice. Ja, dus vanaf dat moment dacht ik van, nou, ik ga me maar inschrijven. Want dan kan ik hier ook wellicht meer werk uithalen. Kun je een uurtje factuurtjes uitschrijven? Inderdaad. Ja, ja, nice. Leuk. Oh, wat leuk. Tof. Oh, ik had net een hele goede vraag wat ik wilde stellen. Dit is soms dan denk ik echt, ik heb een hele goede vraag. En denk ik, moet het even opschrijven? En dan denk ik, ik onthoud het wel. Oké, misschien dat het straks ook komt. Ja. Is met op je, dat het op je pad komt? Ja. Daar hadden we het over. Oh, wat stom. Ik had... wat was het ook alweer? Loop het gesprek in je hoofd even na. Doe ik altijd. Ja. Waar hadden we het over? Oh ja, ik weet het weer. Ja. Kijk, oh, dat is zo'n fijn gevoel. Ik weet het weer. Ja, oké. Waar ik heel erg benieuwd naar ben voor jullie beiden. Want dit, ik heb zelf vroeger wel eens gefilmd en geëdit en zo. En aftermovies, dat soort dingetjes. Superleuk. Alleen waar je dan ook heel vaak mee te maken hebt. Dus mensen die vragen, oh, kan je dan dit voor mij doen, dat voor doen? En dan vervolgens er geen geld voor willen geven. Omdat, we zijn vrienden toch. Of familie of dit of dat. Hebben jullie daar wel eens last van? Niet per se dat ze niet willen betalen. Want heel veel mensen waar ik mee heb samengewerkt, die zijn ook freelancer. Dus die weten gewoon wat voor moeite erin zit. En nou ja, dat je er wel iets voor terug wilt krijgen. Precies. Het liefst. Ja. Maar wel zeg maar dat je denkt van, nou, we zijn vrienden toch. En dan of er bijvoorbeeld kortingen bij komen. Ja. 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 Niet per se dat daarnaar gevraagd is, maar ook dat ik heel erg het gevoel had dat ik het verwacht moest. Ja, zo vervelend eigenlijk dat je dat gevoel hebt. Wel eigenlijk, ik bedoel, het is gewoon jouw werk. Dus waarom... Ja. Het is toch... Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd wel een beetje een lastig dingetje. Ja. En mensen hebben vaak ook niet door hoeveel tijd je erin zit. Nou, dat vooral. Ja. En dat merk ik wel heel erg bij social media. Dat het is voor... ik denk mijn doelgroep, dus de wat volwassenen, wat oudere mensen. Ja. Best wel gewoon een grijs gebied. En ze hebben er gewoon niet zo heel veel verstand van. Dat is ook helemaal niet erg, want daar zijn we uiteindelijk voor. Maar... ze kunnen niet inschatten hoeveel tijd het kost. Nee. Dus ja, dat is soms best wel lastig als je dat dan uitlegt. Dan kijk je, hoe kan het dan zoveel tijd kosten? Ja. Ja, leg dat dan maar eens uit, want het kost gewoon zoveel tijd. Snap je? Je bent gewoon zoveel uur aan het editen. En als je zoveel video's maakt, dan kan je het dubbele aantal uren wel kwijt zijn met de edit. Ja. Ja, dat snappen mensen gewoon vaak niet. Maar met video's inderdaad, mensen vergeten echt. En je moet filmen, dat kost tijd. Je moet daarna spotten, beelden gaan uitzoeken. Ja. Je moet, mocht je muziek gaan gebruiken, moet je nog een nummer gaan uitzoeken. Ja. En dan moet je het nog gaan editen. Ja. En, heb je nog feedbackronde? Heb je nog feedbackronde? En dan zeg je, we willen toch dit weer even anders. Ja. Dan mag je weer gaan. En dan, mensen hebben gewoon niet door hoeveel tijd het kost. En dat is best wel... En vaak worden ook de andere kleine dingen niet meegerekend. Bijvoorbeeld tijd voor reizen. Ja. Dat zijn ook dingen die je normaal op kan geven. Of dat heb ik bellen, zelf nooit gedaan. Bellen, dat belafspraken kun je ook allemaal opnemen. Ja. Maar klopt. Ja, ik heb dat nu wel zo soort van getackled. Dat ik een gewoon elke maand een vast bedrag reken voor projectmanagement. Ja. En daar reken ik dus belletjes, mailtjes. Ja. Want
je vergis je echt in hoeveel mailtjes ik met zo'n bedrijf je zou denken, hoor. Het is even tussendoor. Maar eigenlijk ben je er zo misschien een halve dag mee bezig. Ja, als je kijkt naar je maandelijkse aantal mailtjes. Dat is echt bizar. En ook even bellen, even overleggen. Nou, dan zijn we weer een half uur aan bellen. Ja. Noem maar op. Ja. Dus nou ja, ik had zoiets van, ik vind het wel altijd irritant om te gaan discussiëren om uren. Want zij weten niet, ze kunnen niet achter schermen zien hoeveel uren ik daadwerkelijk ermee bezig ben geweest. Dus dan gewoon een soort van management fee. Ja, dat is gewoon een standaard bedrag wat je dan... Ja, is gewoon een standaard bedrag. En dan kan ik zoveel bellen en mailen als ik wil. Dat is wel een mooie tip ook, denk ik, voor mensen die willen beginnen met ZZP'en. Plus in mijn geval dan, ik ik heb ook contact met andere freelancers. Ik zorg dat dat allemaal goed loopt voor het bedrijf. Dus dat zit er ook allemaal bij in. Want het is veel meer dan gewoon filmen en editen en content plaatsen. Het is gewoon het hele management van alles. En als je daar gewoon één bedrag voor rekent waar je zelf fijn bij voelt, dan heb je gewoon alles in één keer getackled. En zeg je van, nou, dat vraag ik ervoor. Ja. En dan kunnen we de hele maand bellen wat je wil. Mm-hmm. Ja. Ja, product is natuurlijk het belangrijkste voor de klant. Ja. Maar echt administratie is key als je gaat beginnen. Ja. Zorg echt voor dat je alles goed bijhoudt. Ik zou ook echt een boekhoudprogramma aanraden. Als je dat niet doet, dan moet je alles zelf berekenen en bijhouden. Oh, nou, als je dan uiteindelijk je aangifte moet doen, dan ben je wel even bezig hoor. Ja. Nu is het gewoon, ik heb Moneymonk aangeschaft. En dan rekent hij gewoon zelf alles uit bij als je projecten invult. Ja. Wat daar dan aan kosten en hoe heet het, bij omzetbelasting wat je dan moet indienen en dergelijke. Ja, dat is echt zo top. Is dat dan eigenlijk een beetje hetzelfde als wat een boekhouder doet? Of zou je dan daarnaast ook nog een boekhouder moeten hebben als je dat zou willen? In het begin is dat niet per se noodzakelijk. Nee. Helemaal als je niet per se hele grote projecten hebt in het begin, dan is een boekhoudprogramma wel voldoende. Ja. Daar zitten de meest belangrijke onderdelen zitten daarbij in. Ja. Maar op het moment dat je echt met grotere projecten en klanten gaat werken, dan zou je kunnen kijken als dat ook binnen je kosten past je inkomsten, dan zou ik dat wel aanraden. Want die hebben vaak toch wat meer kennis in bepaalde dingen, regels en wetten en dergelijke dan dat je zelf vaak weet. Ja, en ze kunnen je ook adviseren in bepaalde investeringen. Ja. Als je denkt van, nou, zou ik dit nu uitgeven of kopen of wat dan ook, dan kunnen ze daar ook een advies geven. Dus dat is wel... En ze geven je denk ik ook al een reminder van, hey, denk erom binnenkort weer belastingaangifte. Of bijvoorbeeld. Ja. Ja, en vaak kan dat ook wel via de Rijksoverheid en zo. Ja. Of. Want over dat belasting, zeg maar, dat lijkt me wel weer een beetje het keerzijde van het ondernemen. Want zeg maar, hè, je denkt, oh, lekker cashen. Maar eigenlijk, als je dan weer kijkt wat er dan nog overblijft van het bedrag, is natuurlijk niet, nou ja, je moet best wel veel afstaan. Dus dat lijkt me soms ook wel een beetje demotiverend. Ja, want hoe doe jij dat? Ik heb zelf niet per se inkomstenbelasting nu. Omdat het tot een bepaald bedrag is in een jaar. En dat haal ik nu niet. Dan ben je zo'n klein onderneming of zo? Ja, of zo? Ja, nee, ik val dan niet onder die wet. Die kleine ondernemingsregeling. Kleine onderneming. Cor, inderdaad. Ja. Daar val ik niet onder. Want dat zou ik wel kunnen met de inkomsten die ik behaal. Alleen als je onder de Cor-regeling valt. Mm. Dan kan je ook niet latere investeringen en zo laten... Goed. Hoe heet het? BTW en dergelijke van terugvragen. Ja. Dat kan dan niet. Nee, precies. En ik wil wel over een bepaald aantal jaar, misschien na mijn bestuursjaar, een nieuwe laptop aanschaffen. Nou, dan zit je daarmee dat je toch die 21% niet terug kan vragen. Ja. Dat is best wel een bedrag. Dat is... Ja, en die fout heb ik wel gemaakt. Oh. Ja. Ja, ik ben heel impulsief. En als ik dan iets hoor van iemand, of als iemand tegen mij zegt van, nou, dit moet je doen, dat is superhandig. Nou, dan fix ik het liefst gelijk op dat moment. Dus zo ook met die kleine ondernemingsregeling had iemand van mij verteld dat dat super handig is. Maar achteraf, als je B2B doet, is dat zeker niet handig. Mm. Het is echt heel vervelend, want nu heb ik dus het eerste jaar... Nou ja, tegen de tijd dat die grotere klant erbij kwam, hebben we dus niet die 20.000 euro gehaald. Want je mag er pas van af als je er of 3 jaar in zit, of als je in 1 jaar over de 20.000 euro omzet gaat. Mm. Nou, dat had ik dus vorig jaar niet. Waardoor ik er nu nog steeds aan vast zit. En daar bouw ik heel erg van. Want nu, kijk, voor die klant waarbij alleen ik aan het werk ben, maakt het niet uit, want die stuur ik alleen een factuur. Ja. Maar ik mag dus nu niet die grotere klant 1 factuur sturen van alle freelancers. Dus dat betekent dat ze elke maand 3-4 losse facturen moeten uitbetalen. Ja. En dat is, ja, het is niet onmogelijk en het is niet het einde van de wereld. Nee. Maar het is gewoon wel heel vervelend als je daarmee aan moet komen van, hey, ik zit daar nog in, bla bla bla. Want ik mag geen BTW ontvangen. Nee.
En je wil gewoon een beetje zo efficiënt mogelijk werken natuurlijk. Ja, dus precies. Het kost hen ook gewoon weer meer tijd en gedoe. Dus ja, het is wel vervelend, maar ze begrepen het wel. Maar hoe kan je daar uitkomen dan? Boven de 20.000 euro verdienen. Ja, dus, precies. Dus dat moet nog even hard werken. Nou ja, op zich, zoals het er nu qua berekeningen uitziet, dan is het rond de zomer, daar ben ik er vanaf. Kijk, netjes, dus dat man. Is heel fijn. Echt goed. Kan niet wachten. Ja. Ja. Waar ik nog wel even benieuwd ben, want hoe is dat bij jou allemaal tot stand gekomen? Want we hadden net even op je pad gekomen. Nou, ik had het dus even losgelaten toen dat andere projectje niet zo lekker liep. En toen moest ik stage lopen, mijn laatste stage voor de fashionopleiding. Die heb ik bij een bepaald bedrijf gedaan waar ik het helemaal niet naar mijn zin had. Dat was helemaal niet leuk. Ook dus goed om te hebben, weet je ook wat je niet wil? Ja, zeker. En op dat moment wel heel vervelend als je daar dan weg moet. En het wordt niet gewaardeerd dat je dan zegt van... hé, ik vind het niet leuk. Dus dat, ander verhaal, maar niet leuk. En toen ben ik dus naar een ander bedrijf gegaan. En zij zeiden van... nou, het moest dus wel iets met kleding te maken hebben. Dus ik deed daar een paar dagen in de week... volgens mij 1 of 2 dagen wat meer het ontwerpen. Want zij maakte quilts, dus met bepaalde stoffen en dan patronen en weet ik het allemaal. Dus ja, heel ingewikkeld. We moeten het straks maar even opzoeken. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Ja. Dat is een kledingstuk of zo? Nee, ja, kleden. Oh, het zijn allemaal stoffen met printjes en daar maak je dan patronen van. En dat zijn dan hele kleurrijke kleding. Okay. Ja, ik vind ben het heel benieuwd. Het is niet mijn ding. Zoveel nieuwe dingen. Ja, ja, deze podcast. Ja, echt. Weer een informatieve podcast. Weer een podcast, ja. Maar en bij dat bedrijf mocht ik dus ook de socials doen. 1 dag in de week, 2 dagen in de week. En hebben we dat zelf aangeboden? Of, nee, ze zeiden eigenlijk van... daar zoeken we nogal iemand voor. En in combinatie met wat ze zelf er al aan deden. Ja. En toen zag ik gewoon dat... qua video's, dat is allemaal niet zo heel boeiend. Dus toen heb ik gekeken van, nou, hoe kunnen we dat wel leuk insteken? En toen heb ik een aantal video's gemaakt en die werden super goed bekeken. Dus ze hadden echt zoiets van, oh, wow, dat is super vet. Dus toen mocht ik dat veel meer gaan doen, heb ik dat best wel een heel groot deel van opgepakt. En toen dacht ik van, hé, dat is eigenlijk best wel leuk. En mijn vader is fotograaf en die fotografeerde bij een sportbedrijf, twee personal trainers. En die zeiden van, nou, die klaagde ook heel veel over social media. Moeilijk. En het bedrijf waar we nu zitten, zijn we niet tevreden over. En toen zei mijn vader van, nou, mijn dochter doet dat nu op stage. En dat loopt heel goed. Dus nou, toen ben ik uiteindelijk bij hun begonnen. En toen is het balletje verder gaan. Ja, eigenlijk best wel veel door mijn vader, hoor. Ik had, moet hem daar wel voor bedanken. Ja, maar zo gaat het vaak wel, hè. Het is netwerken, connecties hebben. Ja, balletje hebben, moet gewoon gaan rollen. Precies. Ja, en mijn vader heeft goede connecties, dat is heel fijn. Ja. Want een goede vriend van mijn vader is eigenaar van een brillenwinkel... waar ze helemaal mooie designerbrillen verkopen. Kijk. Dus ja, ook een klant. Ja, ja, heel leuk. Ja. En hoe is dat dan verder tot stand gekomen met jouw collega's? Nou, op een gegeven moment ben ik ook een cursus gaan doen over je eigen bedrijf opzetten eigenlijk. En daar kwam ook in voor van, heel veel mensen zeggen van, ja, probeer het eerst eens zelf. Maar je kan het gewoon niet alleen. En als je krachten bundelt, kan je veel meer aanbieden. Bespaar je veel meer tijd, kan je uiteindelijk ook meer klanten aan. Ja, mooi. Dus dat ben ik gewoon gaan doen. Ik heb gewoon een oproep geplaatst op een Facebookgroep. En daar zijn eigenlijk de mensen uitgekomen. En een hele goede vriendin van mij is fotograaf. Dus ja, zij maakt foto's. Nou, als je nog een grafisch designer zoekt... Dus ja, ik wou net zeggen. Hi! Leuk! Ja. Oh, wat tof. Nou ja, maar hebben jullie ook een kantoor? Of is het gewoon meer echt iedereen vanuit huis of een eigen plekje? Nee, het is wel vanuit huis. Want bijvoorbeeld Kimberly, die dus de advertenties doet... die heeft ook haar eigen marketingbedrijf. En die heeft ook nog een webshop. Dus die is super druk. Jezus. Ja, echt super tof wat ze allemaal doet. Maar... wel druk. Ja. Dus iedereen doet het voor nu gewoon nog lekker vanuit zijn eigen plekje. Ik vind dat zo knap als mensen zoveel ondernemers. Respect. Ik krijg al error als ik, ik ben nu afgestudeerd, maar dan en studeren en moet werken en nog commissie. En dan dat is misschien bijna wel op mijn max, hoor. Dat ik denk van, het is dan ook wel goed zo. Maar Het voordeel is, je kunt je eigen uren inplannen. Ja. Ja. Dus je bepaalt zelf wanneer je aan het werk gaat. Of je nou liever 's nachts werkt of heel vroeg in de ochtend. Dat is aan jou. Ja. Maar het is inderdaad wel en heel veel werk. Ja. En je moet dan ook nog tijd investeren in klanten weer vinden. Dus uiteindelijk ben je wel veel meer tijd kwijt dan dat je daadwerkelijk denkt te hebben. Ja, klopt. Ja. Ja. Want jij werkt denk ik ook gewoon op elke plek waar je maar wil. Je hebt ook niet echt een kantoortje of zo, toch? Nee. Ja, nee. Kikkantoor. Het kikkantoor. In dat opzicht werk ik hybride. Maar voornamelijk ook vanuit huis. Ja. Maar op het moment dat je echt gaat denken aan een kantoorplek...
pand, ja, dan ben je vaak toch wel weer wat verder in het Is dat een proces. Doel voor jullie om ooit een eigen plek te hebben? Ja, voor mij wel. Ja? Ja. En dan ook met alle collega's erbij? Ja, nou, dit jaar komt er een soort van zijtak bij Mediamakers. Dus nog weer een extra programma, maar dat ga ik lekker nog geheim houden. Helemaal goed. Maar daar zou uiteindelijk wel een kantoor wel goed bij passen, ja. Nice. Ja. Ja. We hebben een echte businesswoman voor ons. Ja, ja. Echt hoor. Jeetje. Ja, ja. Ja, bij mij is het nu, omdat ik heel erg druk ben nu met bestuur, heb ik mijn bedrijf eigenlijk meer een beetje als secundair iets. Ja. Maar stel dat het bestuursjaar klaar is, om dan te kijken van, nou, welke stappen kan ik nu zetten binnen mijn bedrijf, en dat het echt nog heel goed bevalt. Ja, dan zou dat denk ik voor mij ook wel in zitten als doel. Kom je gezellig met mij op kantoor? Ja. Nou, samen een kantoortje. Ja, ja. Gezellig. Ja. Dat hebben ze hier ook, hoor. Dan zitten ze ook gewoon met meerdere ZZP of ondernemingen. Vet, zitten gewoon op een kantoortje. Waarom niet? Ik bedoel, het scheelt ook wel kosten. Ja, nou ja, zeker. En je kan ook weer heel veel met elkaar. Ja. En je netwerk is echt heel erg belangrijk. Ja. Dus dat is echt heel handig. Ja, ja dus... ja, wie weet. Ja, dat is goed. Bij deze. Wat is jullie visie voor de toekomst? Over 5 jaar? Nou ja, diploma halen natuurlijk. Ja, kantoor. Ja. Dan denk ik. Ja, en wel gewoon... ik denk sowieso wel 10 grote klanten. Dat is wel het doel. Mooi. Ja. Ook mooi haalbaar doel ook nog. Ja, dat denk ik ook wel. Smart. Smart. Ik wil graag dat je binnen nog smart formuleert. Binnen 5 jaar wil ik 10 grote klanten van minimaal. Nee. Nou, goed op weg. Ja, toch? Ja. 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 Voor mij, ja. Ik ben natuurlijk al afgestudeerd. Mm-hmm. Dus ik denk in de komende 5 jaar gewoon mijn bedrijf doorontwikkelen. Wellicht samen met iemand gaan werken. Ja. Want ondanks dat ik het heel erg fijn vind om gewoon mijn eigen ding te kunnen doen, merk ik wel dat ik ook heel veel inspiratie haal uit anderen. Ja. Dus wellicht samen met iemand waarbij ik echt op één lijn lig. Mm-hmm. En wellicht ook samen zeg maar op een kantoor zitten. Je hebt wel inderdaad meerdere van die panden, zoals hier ook bij Beeldkameraden. Ja. Dat je echt gewoon samen op locatie zit, werken aan verschillende klanten, opdrachten. En wellicht dan ook misschien wel 10 grote klanten. Hè? Ik denk dat Kik daar ook wel echt een hele mooie plek voor is. Omdat daar zoveel creatieve koppen rondlopen. En ook best wel veel mensen die ambitieus zijn om eigen onderneming te hebben. Dus het is echt een perfecte plek om eigenlijk van alles wat bij elkaar te rapen en daar wat mee te gaan doen. Ja, en dat is dus wel leuk, want een van mijn commissiegenootjes die gaat mij dus helpen met die zijtak. Wat leuk! Kijk, heel tof! Ja, heel dat is heel leuk. Nice. Ja, en het fijne is, met je commissies heb je natuurlijk allemaal contact en die hebben al hun eigen expertise en dergelijke, mm-hmm. maar wel vaak binnen hetzelfde werkveld. Ja. En wat ook echt het hele fijne is aan binnen het bestuurswereld zitten, is dat je heel veel in contact komt met mensen van allerlei andere takken. Ja. En nou ja, daar heb je natuurlijk dan ook uiteindelijk je netwerk in. Ik heb nog nooit zoveel mensen in een half jaar tijd ontmoet. Ja. Waar je waarschijnlijk volgend jaar of weet ik veel wat binnen je bedrijf misschien wel weer wat aan hebt. En de key is dan ook weer om het dan te onderhouden. Dat is ook alweer een dingetje. Dat wel. Ja. Ja. Goed, goed ding is, voeg ook iedereen gelijk toe op LinkedIn. Ja. Dat is ook heel handig. Ja, klopt. Laatste dingetje. Ik zag al dat het bijna tijd was, maar ik wil toch nog even 1 dingetje vragen. Mm-hmm. Als jullie wat tips mogen geven voor mensen die erover na zitten denken om een ZZP op te zetten of eigen onderneming. Ja, het is allemaal hetzelfde. Ja. Wat is dan jullie top 3 aan tips? Of waar jullie zelf tegen aangelopen zijn, waardoor zij het niet meer hoeven te doen? Nou, ik denk... Niet met hars werken. Dus. Nee, nee inderdaad. Ga niet aan de slag met epoxy, want dat is verschrikkelijk. Ja. Nee, ik denk ook gewoon beginnen. Want dat is iets wat bij mij... Ik zit heel veel in mijn hoofd, heel veel plannetjes uitwerken. Maar je moet gewoon beginnen. En dan ga je het al leren. Ja. Ja. Ga in gesprek met anderen die al een bedrijf hebben. Ja. Wat de voordelen zijn, maar ook wat de nadelen zijn. Want als je denkt van, dat is me te veel, begin er dan ook niet aan. Mm-hmm. En wat we ook al hadden gezegd, administratie. Als je inmiddels begonnen bent, doe dat goed. Ja. Dan loop je ook niet in de soep aan het einde van een kwartaal dat je alles moet opgeven. Ja. Ja, en gewoon gaan kijken of je met leuke mensen inderdaad kan samenwerken. Ja. Want gewoon krachten bundelen bereiken uiteindelijk veel meer. Ja, zeker. Ja. Netwerken. Ja. Netwerken. Ja. 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 En ik had ook een keer van, was dat Sanne Zoek Geluk? Ik weet niet of jullie die kennen. Had ik laatst een soort van lezing van. En die zei ook van, je hebt een droom en je wilt dat heel graag doen, maar je doet het constant niet. En goed om even te kijken van, wat heb je nodig om dat doel te kunnen bereiken? Ja. En als je dat bij elkaar, als je dat overzichtelijk maakt, denk je, ik heb eigenlijk helemaal niets van nodig. Want bij haar was het, ze wilde dat YouTube-channel willen ze dan opzetten.
En eigenlijk wat ze nodig had was een cameraman. Ze had een kanaal nodig waar ze het op kon plaatsen. En ze had zichzelf nodig. Nou, ja. Drie dingen. Hoe makkelijk is het? Ja, en een editor. Maar dat kon ze dan zelf wel. Ja. Nou ja, en zo is dat ook gaan rollen. Ja, dus gewoon beginnen. En gewoon doen, beginnen. Ja, en je imposter syndroom aan de kant zetten. Zeker. En, ja, inderdaad. Makkelijk gezegd al gedaan. Maar. Ja. En het is ook niet gelijk nodig om een business model canvas uit te werken. Nee. Zoals we bij school wel eens willen laten doen. Hele rapporten. Ja. Nee. Nee, inderdaad. Gewoon lekker beginnen. Ja. En dan denk gewoon als je voor jezelf helder hebt wat je doel is. Wat je daarvoor nodig hebt. En meer dat wil bereiken. Ja. Als je dat voor jezelf gaat opschrijven, dan kom je al heel ver. Als je vertrouwen hebt in jezelf en wat je kan leveren. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dan magic kom je er wel. Ja, wat inderdaad. Poëzie dit. Ja, echt. Nou, mooi om mee af te sluiten, denk ik. Dames, ik wil jullie echt heel erg bedanken. Ik vond het heel inspirerend. Ja. Ik heb helemaal zin om zelf nu te gaan ondernemen. Ja, dus leuk. Wie weet. Ja. Succes met jullie onderneming. Ook met je nieuwe zijtak wat erbij gaat komen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik zou het in de gaten houden. Ja, en ik ga absoluut even opzoeken hoe heet het ook weer, die kleding? Ik zal het je zo maar laten zien. Ja, de quilt. Ja. En Vera, jij natuurlijk nog heel veel succes met bestuur. En hopelijk gaat het straks ook lekker rollen dan met jouw onderneming. Heeft het trouwens een naam? Ja, Veer Studios. Veer Studios. Oh, yes. Nou, even op Instagram volgen. Zo zoeken, denk ik. Moet nog komen. Oké. Okay. Nou, to be continued. Ja, ik heb ook mijn eigen stappen die ik wil nemen. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Dames en heren, super bedankt voor het kijken of luisteren. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Doei!